Vandaag een antwoord op de vraag van Martijn. Martijn heeft een vriend en die doet aan bodybuilding. En voor die vriend is natuurlijk de opbouw en het herstel van zijn spieren, eiwitrijk weefsel, heel belangrijk. Nou, zijn vriend heeft om die reden een eetpatroon waarbij eiwitten, dierlijke bronnen van eiwitten, ei, vlees, vis, zuivel en hij gebruikt ook eiwitsupplementen, eiwitpoeders en dergelijke, op de voorgrond staan. Nu is het zo dat Martijn afgelopen maand flink ziek is geweest. Hij is besmet geraakt met het COVID-virus en is daardoor echt een tijdje enorm ziek geweest. Hij is flink vermagerd en flink verzwakt geraakt en ook hij moet nu optimaal kunnen herstellen. En ja, omdat hij weet, mede ook door zijn bodybuildende vriend, dat herstel betekent dat lichaamsweefsel moet herstellen en moet heropgebouwd worden. En dat eiwitrijke voeding daar heel belangrijk in is. En dan met name eiwitbronnen van dierlijke oorsprong heeft hij van zijn vriend geleerd, omdat die de hoogste kwaliteit hebben van qua samenstelling van de bouwstenen daarvan. Dat zijn aminozuren. Met betrekking tot dat die voldoende aminozuren bezitten die het lichaam nodig heeft om lichaams eigen eiwitten te vormen. Daar kunnen enkel die dierlijke eiwitbronnen en ook soja-eiwitbronnen in voorzien. Dus nu had Martijn beredeneerd om ook zijn maaltijden flink te verrijken met dierlijke eiwitbronnen. Dus flink wat ei, vlees, vis, zuivel in zijn maaltijden te verwerken om zijn herstel te bespoedigen. En de vraag van Martijn is, doe ik hier goed aan? Nou, Martijn, op het moment dat jouw lichaam moet herstellen, dan moeten zogenaamde anabole processen, dat zijn opbouwende groeiprocessen, herstelprocessen, moeten optimaal uitgevoerd kunnen worden in het lijf. Nou, en dat kan enkel wanneer jouw lichaam, de cellen, waar herstel plaats moet vinden, optimaal voorzien worden van bouwstoffen. En onder bouwstoffen vallen onder andere 9 essentiële aminozuren. Die zijn enkel in complete zin aanwezig in dierlijke bronnen van eiwitten. Dus voeding welke die 9 essentiële aminozuren biedt, een deel van de bouwstenen die jouw lichaam nodig heeft om herstelprocessen uit te kunnen voeren, is heel belangrijk in je eetpatroon wanneer je wil herstellen. Maar bronnen van die 9 essentiële aminozuren, ja, die bieden nog niet alle essentiële bouwstoffen. En jouw lichaam heeft ze toch echt allemaal nodig om in een goede voedingstoestand te kunnen geraken. En enkel wanneer je lichaam in een goede voedingstoestand verkeert, dan kan de verdeling van vocht en voedingsstoffen, waaronder die aminozuren, goed plaatsvinden in je lijf. En kunnen ook herstelprocessen plaatsvinden. Want zodra jouw lichaam nog niet in een goede voedingstoestand verkeert, heerst de stress in je lijf. En dan vinden alleen maar katabole processen onder invloed van stresshormonen plaats en zeker geen herstelprocessen. Pas wanneer je lichaam in een goede voedingstoestand verkeert. En dat is pas wanneer je lichaam voorzien is in vocht in alle essentiële voedingsstoffen. Dus ja, die 9 essentiële aminozuren, maar ook nog andere. Dan pas komt jouw lichaam toe aan herstel en heerst er rust en evenwicht in het lijf. Kan het helpen om bronnen van die 9 essentiële aminozuren, ei, vlees, vis, kaas, zuivel, yoghurt, kwark, dat soort dingen, toe te voegen aan al je maaltijd? Nou, enkel wanneer die dierlijke eiwitbronnen goed verteerd en uiteindelijk goed benut kunnen worden. Dus als jij puur die eiwitten gaat eten en je mist die overige essentiële stoffen, ja, dan gaan ze niet benut worden, want dan is er geen goede voedingstoestand in het lijf. Als die eiwitbronnen een flink verhittingsbewerkingsproces hebben ondergaan,
Ja, dan belanden ze ja, toch wel eerst in je maag en darmen en kan de afgifte van de spijsverteringssappen niet goed plaatsvinden, is de enzymwerking niet optimaal, want voor spijsvertering heb je bijvoorbeeld de oprekking van jouw maagband en darmen nodig. Nou, dat gaat alleen maar een beetje gunstig wanneer er regelmatig ook vocht en voedingsvezels in jouw maag en darmen belanden. Nou, dan bezitten die dierlijke eiwitbronnen niet. En ook enkel wanneer er goede, gezonde bronnen van vetten in jouw maag en darmen belanden, kan de slijmvlieslaag in jouw maag en darmen in goede conditie verkeren, wat nodig is voor een goede spijsvertering. En is ook een goede alvleesklierssap, een spijsverteringssap, afgifte mogelijk. Dus als jij enkel eiwitten van dierlijke oorsprong, die misschien ook nog eens een flink bewerkingsproces hebben ondergaan, in jouw maaltijden stopt, nee. Ja, dat garandeert al niet eens een goede vertering daarvan, laat staan benutting daarvan. Dus nee, dan gaat het niet bijdragen aan een beter herstel. Want een goede vertering van de eiwitten in je voeding en een goede benutting daarvan is nodig. Het is dus belangrijk dat bronnen van vocht en vezels en met mooie bronnen van vetten, die dan ook nog eens voorzien in de andere essentiële voedingsstoffen, behalve die in dierlijke bronnen van eiwitten zitten, in jouw maaltijden aanwezig zijn, want enkel dan kunnen die dierlijke eiwitbronnen, de eiwitten daarin, de aminozuren erin, goed verteerd worden, opgenomen worden in je lijf, goed verdeeld worden over je lijf en kunnen jouw cellen die benutten als bouwstof in anabole processen. Dus ja, dierlijke bronnen van eiwitten in jouw eetpatroon kan bijdragen aan herstel, mits ze van hoge kwaliteit zijn, niet een flink bewerkingsproces hebben ondergaan, niet een te grote portie per keer en mooi gecombineerd worden met bronnen van vocht en voedingsvezels, zoals groenten, mooi gecombineerd worden met bronnen van essentiële vetzuren, sowieso mooie bronnen van vetten, bijvoorbeeld wat olie, noten, zaden, pitten, dan heb jij een compleet uitgebalanceerd eetpatroon die voorziet in alle essentiële bouwstoffen. Want als je lichaam een lading bouwstoffen geeft die ja, je lichaam nodig voor herstel, maar je geeft juist of enkel of overdadig die bouwstenen en de rest niet, ja, dan komt jouw lichaam dus niet toe aan herstel. Dus enkel wanneer je aan die voorwaarden voldoet, ja, dan kan toevoegen van ei, toevoegen van vlees, toevoegen van vis aan je maaltijden bijdragen. Maar ja, als jouw maaltijden die al bezaten, ook eerder al, dan kan het extra toevoegen ervan, ja, ook weer zorgen dat de portie te groot is, het weer niet goed verteerd kan worden. En als er ook iets uitputtend is en dus nadelig voor toekomen aan herstel, zijn het wel slecht verteerde eiwitten onderin je darmen. Dus het gaat om kleine porties. Ja, mooi in elke maaltijd, maar dan wel ook groente in die maaltijd. Mooie vetzuren in die maaltijd. De overige essentiële voedingsstoffen en bronnen daarvan in jouw eetpatroon wil je dat je lichaam die eiwitten, de aminozuren eruit ook wel kan benutten uiteindelijk. Ja, en dat is nodig voor herstel inderdaad.